Zakelijk op 7 is een initiatief van 7 Ditches en Nu Zakelijk. En wordt mogelijk gemaakt door Centraal Beheer Achmea. Live vanuit de Smet Studios in Amsterdam is dit Zakelijk op 7. En hier is uw presentator Ronnie Overgoor. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Zakelijk op 7. Het medialandschap verandert als een dolle, kunnen we wel stellen. Ook door technologische ontwikkelingen, dalende advertentiemarkten. Bedrijven die met media bezig zijn, moeten hun koers een beetje elke dag veranderen. We gaan het hebben over de media en de ontwikkelingen daarbinnen. Met 3 gasten die recht van spreken hebben bij mij in de studio. Leo van der Goot, van harte welkom. Michel Rudolfi van het KWF. En Jacqueline Smit. Brand new CEO van 538. Je eerste formele optreden zo'n beetje volgens mij. Ja. Vind je het eng? Nee. Oké. Leo van der Goot, ik heb me enorm lopen researchen naar jou. En dat is nog best lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik belandde bij een audio-opname met Tieneke. Die ben ik na een paar minuten ben ik daar maar mee. Ja, dat was weinig researchmateriaal. Mm-hmm. Als er nou jonge mensen die zitten te kijken, hè, en die zeggen, joh, ik ken die Leo van der Goot helemaal niet. Wat heeft hij met media? Doe eens een cv'tje in 1 minuut. In 1 minuut? Ja, mag ook 2. Dan kun je 42 jaar niet invatten. 1971 aan boord van een radioschip gestapt. Radio Noordzee Internationaal. De concurrent toen de tijd van de Veronica. Concurrent van Radio Veronica. Ja. Toen 538. Die werd daarna 538. Ja. In nog eventjes een blauwe maandag bij de VARA gezeten. Op dinsdagochtend op Radio Hilversum 3 heette dat toen. Toen naar Veronica. Daar ben ik regie en productie gaan doen. Voor televisie. Het eerste grote televisieprogramma van Veronica is door mij geproduceerd. Dat was een enorme prestatie. En dat was? Dat was 2,5 uur lang uit Utrecht. Een volmaakt onduidelijk programma. Maar het was wel hartstikke leuk. En het was live en we rookten heel veel. Dat zijn de belangrijkste herinneringen daaraan. Ja, en daarna drinken ook. Sorry? Daarna drinken, als het klaar was. Nou, Rob Oud dronk dan. Hè? Ja, oh ja, die en dan werden wij ontslagen. Dat was ongeveer de standaard volgorde daar. Nee, waarop ik, dat klinkt wel aardig naar Rob Oud, die ik dankbaar ben en zeer hoog heb. En een fantastische gozer was. Maar hij was een gek in zijn deur bij Tijd en Weilen. Ja. Ik heb 12,5 jaar bij Veronica gezeten. Dat was heel erg leuk. Ben gaan freelancen. Heb toen freelance als regisseur. Bij Veronica heb ik alles gedaan wat God verboden heeft. Programma's presenteren. Programma's Op Jacht naar de Schat, Countdown. Grote concerten, die regisseerde ik ook. Noem het maar. Ik heb alleen geen klassieke muziek gedaan. Wat ik nog steeds jammer vind voor de klassieke muziek. Regisseur dit maar, allemaal. Maar wat nog niet is, kan nog komen, toch? Ja, maar ja, dat zou zo zonde zijn van dit stukje cultuur. Maar goed. Als je nou terugkijkt, hè, want je kan erover dollen, maar je hebt een heleboel vakgebieden in tv-land bewandeld. Waar zit de liefde nou het meest? En dan wil ik, radio. Bij radio, toch? Ja, en dan het DJ'en? Ja, radio is de maîtresse. Televisie is altijd mijn vrouw geweest. Dus ik heb... Ach, wat een mooie metafoor. Maar zodra ik bij een tafel sta... bij een discjockey tafel, een radiotafel staat. Zodra ik een microfoon of een microfoon voor mijn mond heb... dan gaat er iets los in mijn hoofd dat ik niet kan controleren... en dat naar volstrekte waanzin riekt. En dat is heerlijk. En waar ben jij met welluidende stem in de ether? Dat welluidende laat ik voor jou rekening. Doe je dat nog steeds? Als het me zo uitkomt, doe ik bij Rob Stenders. Die heeft een prachtig radiostation, dat heet Kix FM. Ja, online. Of Kix FM noem maar. Kips, dat is een online station. Ja. En als het zo uitkomt, doe ik daar een uurtje. Na een uurtje denk ik, dat moet je niet meer doen, jongen. Die tijd is voorbij. Ja? Maar ja, het gaat nooit voorbij. Je bent voor eeuwig discjockey. Dat komt nooit meer goed. Dat is een geboren afwijking. Ja, heerlijk. Ja. Je noemt jezelf nu een independent broadcast consultant. Ja, dat is van zo'n LinkedIn-term. Dat komt omdat je namelijk de rest van mijn cv niet gedaan hebt. Dus ik ben geëindigd als directeur van RTL. Precies. Heb daarna een hele hoop consultancies gedaan in allerlei buitenlanden. Doe dat nog steeds. Vertel daar eens over. Want niet alleen in wat noem eens wat landen. Rusland, Roemenië, heel kort in Spanje, hele tijd in België. Ben nu in Singapore bezig. Wat ben je in Singapore aan het doen? Er is daar een publiek station dat problemen heeft. Een publiek commercieel station. Ah, we zijn niet dat de enige. Problemen heeft. Nee, dat is... En die ben ik aan het helpen om hun programmering op te poetsen... en hun positionering op te poetsen. De manier waarop ze nadenken over hoe ze hun station runnen. Want ook dat is een vakgebied wat je beheerst. Programmadirecteur zijn. Ja. Wat moet je dan goed kunnen om een goede programmadirecteur te zijn? Ik heb geen idee.
Ik weet van een Bert van der Veer die dan het liefst nog met potloodjes en zo loopt. Ja, te kijk, toen ik het van Bert van der Veer overnam, kreeg ik van hem een kladblok met ruitjes en een potlood en een gum. Ja. En ja, dat is een belangrijke factor. Maar verder, je moet creatief zijn, je moet diplomatiek zijn, je moet eigenwijs zijn, je moet stront eigenwijs zijn. Want? Je moet ongelooflijk eigenwijs zijn. Waarom? Omdat je, in mijn visie als programmadirecteur, maak je het televisiestation. Bedenk je hoe dat moet zijn. En dan moet je dus ook in staat zijn om dat, noem het, af te dwingen. Hmm. Je moet zeggen, nee, ik wil het zo. Hmm. De beslissing die ik ooit nam om een leuke quiz en de Bold and the Beautiful weg te halen tussen zes en op wat was half zeven en half acht op RTL 4 en te vervangen door een programma dat Boulevard heette, waarvan iedereen zei, met die Engert van een Albert Verlinde en die, hoe kun je nou Albert Verlinde en Boven der Verdorens bij elkaar zetten? En ik durf te zeggen dat de rest geschiedenis is. Maar hoe kom je dan? Ja, maar hoe kom je dan op dat? Wat is dan het talent dat je zoiets verzint? Nou ja, dat je, het zal wel creativiteit heten of zo. Ja, ik probeer dat maar als een gemeenplaats. Maar is het alleen maar creativiteit of is het ook dat je snapt hoe dingen werken? Nee, je voelt een dwang naar je publiek. Misschien moet ik het zo noemen. Ik ben heel erg gericht op wat wil het publiek? Wat heeft het publiek nodig? En dan moet je ze niet per se. Kijk, de combinatie, ik denk dat dat het wel aardig uitdrukt. De combinatie boven Erve Dorens Albert Verlinde hield in dat er een conflict zou kunnen ontstaan. Dat daar twee mensen met een zeer tegengestelde visie op hetzelfde onderwerp in een interessante discussie met elkaar zouden kunnen komen. Dat is ook gebeurd, want Bo deed steeds van, jongens, waar gaat dit in hemelsnaam over? En dat maakte Boulevard toen een bijzonder programma. Mm. Dat was het uitgangspunt. Je geeft de kijker iets waar hij wat mee kan, waar hij zich bij op zijn gemak voelt, wat hij leuk vindt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd laat je de raderen in zijn hoofd niet met rust. En laat je die, hetzelfde gold voor Barend en Van Dorp, dat door Bert van der Veer, eigenlijk door René Oosterman in de dagelijkse vorm is gezet. Mm-hmm. En waar ik heel erg lang voor gevocht heb. Omdat ik zei, dat is wat kijkers nodig hebben om hun dag te kunnen afronden. Om te kunnen zeggen, de dag is klaar, ik weet alles wat ik moet weten. En dus het is, ik ben altijd in alles gericht en altijd ook als ik tegen stations praat is, wie is nou je kijker? Wie is je luisteraar? Mm-hmm. Wat wil je zijn voor hem? Gaat het alleen maar over, ik moet de fast movers helpen, of ik moet zoveel omzet, of ik moet die rating halen? Gaat het helemaal niet over. Is dat het probleem met een SBS? Hè? We hebben afgesproken dat we de eigendomsdiscussie maar even laten voor wat die is. Maar je hoort veel dat SBS zijn kijkersdoelgroep, zeg maar, zijn kijkers verloren is. Mm-hmm. Stel dat je het morgen weer mag doen. Wat ga je dan met Ik heb het even gedaan. SBS, je mag carte blanche, maakt niet uit wie de baas is. Jij mag SBS, jouw station vanaf nu. Je mag hem gaan runnen. Wat ga je doen? Ten eerste is het erg gemakkelijk om vanaf deze aangename zetel te roepen, dat verander je even. Ik ben er geweest, ik heb er een dik jaar rondgelopen. Ik heb gezien wat er zit en wat het probleem is. Een van de problemen is alweer die focus op de kijker. En die focus op de kijker die niet precies klopt. Omdat binnen de gedachtegang die nu, en ik probeer daar heel voorzichtig in te zijn, maar die nu de programmakeuze binnen SBS aandrijft en misschien aandreef, is het vooral zo dat een van de eigenaren heel graag zijn programma's daarin wilde stoppen. Nemport, of die nou precies datgene waren wat de doelgroep nodig had of niet. Dat is een belangrijke fout die er in de afgelopen jaren gemaakt is. De tijd daarvoor is de fout gemaakt dat eigenaren alleen maar gingen vanuit de gruwel, de bedreigende gruwel van shareholder value, wat ongeveer het ergste is dat je kunt hebben in deze wereld. En het tweede wat daar was, is dat steeds als ze het goed deden, kregen ze minder budget. Want ja, je doet het goed, dus je hebt. En daar is de directie van SBS in die tijd mee meegegaan. Waardoor ze programma's steeds verder uitrekten, steeds meer ervan maakten. Mm. En daarin niet dachten aan hun publiek. Ja, ze wilden dat wel, maar ze konden het niet. Een tv-station mag geen proeftuin zijn van de producent. Dat is wat dat mag nooit no zo zijn. No way. Okay. Dat moet je, leuk, doe het op internet, doe het voor jezelf. Ja. Val mij er niet mee lastig. Ja. Een televisiestation, tenminste een groot televisiestation, en ik heb dan over SBS6, een groot televisiestation moet een hoogst betrouwbaar ding zijn. Daar moet je als kijker op kunnen vertrouwen. Daar moet je datgene kunnen. Het is net zoals met een radiostation, hoor. Als je er naartoe gaat, moet je niet plotseling van alles voorbij zien komen waarvan je denkt, wat doet dat hier? Ja.
Dat is moeilijk hoor. Ja, laten we eens kijken naar de wereld is aan het veranderen, zeg maar. Als ik het eufemistisch uitdruk. Er zijn van allerhand wij zijn heel interessant voor buitenlanders. Er komen veel verschillende. Ik las deze week dat er de Amerikaanse publieke omroep zelfs, PBS, aan het kijken is om zeg maar in Nederland voet aan de grond. Nou, we hebben Netflix, we hebben Fox. Hoe zie jij dat landschap bewegen? Wat vind je van al die spelers die het Nederlandse landschap inkomen? Nou, je moet de ene niet met de andere verwarren. Fox kun je niet verwarren met Netflix. Fox is een open zender en een betaalsysteem. En Netflix is Die open zender is alleen maar bedoeld om, naar mijn visie, alleen maar bedoeld om het de premiums, hè, dat zijn de 4-5 sportkanalen die ze willen uitventen, om die beter te kunnen uitventen. Ja, dus ik denk dat een ander achterliggend idee is, we moeten 70-80% dekking geloof ik hebben en dan mogen wij ook de samenvattingen van de Eredivisie op zondagavond met het bord op schoot, dat overigens dan wel wat later op schoot komt. Dat kan ik je nu al garanderen. Want dat nooit voor 8:30, 9:00 Want? Het bord op schoot kan. Dan kan de KNVB een wedstrijd nog later zetten. Dus dan kun je op die betaalkanalen de wedstrijden netjes achter elkaar doorprogrammeren. Zit je niet met twee wedstrijden tegenover elkaar op hetzelfde kanaal of net verschoven. Je moet dat lekker achter. Je moet kunnen zeggen Feyenoord PSV, Ajax Heerenveen achter elkaar door en niet dat die tegelijk beginnen. Dat moet je niet hebben. En dan moet je op andere kanalen moet je de Engelsen en de Fransen en de Duitsers en de hele rattenplan neerzetten. Dus dat is het uitgangspunt. En dan gaan mensen ook vinden dat ze daar rustig 15,99, wat natuurlijk een belachelijk hoog bedrag is, per maand voor willen betalen. Netflix is een heel ander ding. De bedreiging van Netflix is inhoudelijk niet zo verschrikkelijk groot. Want daar zitten overigens prachtige dingen. Iedereen moet nu naar Derk gaan kijken. Dat is misschien wel het mooiste wat er op comedygebied ooit gemaakt is. Omdat het geen comedy is. Oké, een ander verhaal. Je hebt een abonnement. Je hebt een abonnement, vanzelfsprekend. Ja. House of Cards. Het is een miljoen of meer per aflevering. Onwaarschijnlijk goed gemaakt. Echt heel erg goed. Wat maakt Netflix maar interessant? Over de top. Het feit dat ze je niet meer bereiken via de kabel, maar via het internet. En dat brengt het distributieplaatje. Dat tot voor een jaar of twee geleden was dat distributieplaatje helder. De kabelaars werden steeds machtiger. Ja. Die begonnen te dicteren. De kabelaars zitten nu echt met redelijk natte handen te kijken naar wat er over de top aan het gebeuren is. En als je daarbij telt de enorme snelle uitrol van glasvezel, dan betekent dat die hele distributiehandel met Ziggo, met winsten die belachelijk hoog zijn, dat die weer om gaat vallen, omdat ze gaan zeggen, jongens, ik heb jullie niet nodig. Nee. Dus het zou mij niet verbazen als RTL en SBS binnen de kortst mogelijke tijd ook over de top gaan. Hoe lang bestaat dat distributiesysteem nog? En dat je dan als, ik weet nog dan in de tijd van het gesprek in 2008, dat Ruud Hendricks geloof ik langs 55 programmaraden moest, geloof ik, om te smeken of die alsjeblieft in de regio. Zijn er nu veel minder gelukkig. Ja, maar ja, die gekte bestaat nog steeds. Ja. Dat is natuurlijk een gekte. Het is toch belachelijk dat jij. Nou jongens, we doen het ZDF, moeten we toch echt houden hoor, want mijn oom kijkt veel naar het ZDF. Nou, sorry hoor. Ja. Zoek het lekker. Maar hoe lang bestaat dat distributiesysteem nog? Nou, dat zal. Kijk, ik geloof niet zo van in systemen die omvallen. Nee, het zal altijd. We hebben, als je de geschiedenis bekijkt, vult het een het andere altijd weer aan. Ja, uiteindelijk zijn er nog steeds gewone telefoons waar je op knopjes drukt en die aan een touwtje zitten. Wat gebeurt er met de invloed van de huidige? Hè? Want nu praten we nog over de tijd dat de afstandsbediening en de eerste paar knopjes, hè, dat zijn de belangrijkste zenders. Ik hoorde jou vorige week ook al praten van zenders, radiozenders. Ik heb lijsten die ik volg. Ik heb Spotify-abonnementen. Ik vind mijn vrienden die luisteren naar coole muziek. Hoe lang bestaat nog die hele oude gedachtegang van zenders of stations of hoe je het nog wil noemen? Wanneer is dat tipping point dat vervangen wordt door hele andere methodieken? Ja, dat tipping point is er niet. Ik ben er van. Kijk, oké. Okay. Toen de radio kwam, zei iedereen, de bioscopen gaan dood. Ja. De vaudeville zal verdwijnen. Nou, de vaudeville verdween, maar de bioscopen niet. Toen de tv kwam, zei iedereen, nou, de radio is voorbij. Ja. Toen de breedbeeld tv kwam, zei iedereen, de televisie is voorbij. Toen internet kwam, er zal nooit meer iemand televisie kijken. Nu roept men, nu is Netflix er. Ze kunnen de tent wel sluiten. Hou nou toch op. Het beste analogie is met de grote drie in Amerika. ABC, NBC, CBS. In de jaren 60 ging bekabeling in Amerika uitrollen. Toen riep iedereen, het is afgelopen met de Three Sisters. De Three Blind Mice werden ze ook wel genoemd. Ja? Toen kwam Fox erbij.
Ja, toen kwam de WB erbij. Het zijn er alleen maar meer geworden. En ze zetten nog steeds miljarden om. Ja. Miljarden. Ja. Enorme grote tenten. Terwijl er in de kabelindustrie honderden letterlijk stations bij zijn gekomen. Waar mensen elke maand dubbeltje voor de een, kwartje voor de ander betalen. Met andere woorden, het ene stapelt zich op het ander. Alleen is het zo dat er natuurlijk wel... Kijk, er is één belangrijk principe. En dat moeten we nooit vergeten bij dit soort zaken. Hoe werkt het nou eigenlijk? Commerciële televisie en radiostations worden voornamelijk bediend... of bedienen voornamelijk in hun advertising en dus in hun financiële stromen... de fast-moving consumer goods. Hè, dus de Nestle's en de Unilever's en de, van deze wereld. Die hebben behoefte aan bereik. En met internet heb je geen bereik. Geen bewijsbaar bereik... En geen... Hoe bedoel je dat? Je hebt toch juist bewijsbaar bereik? Nee, want internet? Je hebt... Kijk, met televisie kun je heel goed meten... Aan de hand van 1300 kastjes die ik nog nooit gezien heb. Volgens mij bestaan ze niet eens, hè? 1300? 1358. Nee, zijn er veel meer. Die meetkastjes van televisie, dat zijn dat ook 1358 of zoiets? Nee, dat zijn er veel meer. Hoeveel zijn er? Meer. Ja, dat zijn er in de 2000. Maar je kan internet ook... Ja, nou... Ja, maar je kunt het wel meten, maar het wegklikken gaat veel sneller dan bij televisie. Maar internet omdat heeft je bij televisie uit een cliffhanger komt. Ja. Nou, als ik maak wel eens de fout om op de Telegraaf-site een filmpje aan te klikken. Je hebt van die momenten dat je weg bent op deze wereld. Dan moet ik eerst door twee commercials heen momenteel. Dat is de manier waarop TMG denkt zijn financiële zaken te regelen. Mm-hmm. Dat is, sorry gekkies, even opletten, want dat werkt dus niet. Want ik kom dus never bij het filmpje. Mm-hmm. Ik geloof er helemaal niks van. Mm-hmm. Weg ermee. Mm-hmm. Onzin. Mm-hmm. Dus het doet eerder ook nog kwaad aan degene die daar adverteren, wat mij betreft. Dus die fast movers die moeten snel bereik opbouwen. Die moeten binnen een week of twee, drie maximaal, moeten zij hun bereik hebben. En dat bereik gaat dan over miljoenen. Dat gaat niet over. Dat is via internet nog steeds buitengewoon lastig. En dat zal alleen maar... Ik neem aan dat dat lastig zal, voorlopig lastig zal blijven. Maar wordt het niet alleen maar... geen captive audience. Maar wordt het niet... Maar de grote massa bereik van de zenders blijft bestaan, zeg jij? Ja. Dat, ook de komende jaren? Dat gaat niet versnipperen? Gaan we niet met z'n allen on-demand kijken? En we gaan toch niet meer straks aan de buis, buiten de bejaarde mensen die langzamerhand doodgaan. Je gaat toch niet meer s'avonds als een maklammetje voor de buis zitten wachten tot 22:30 dan een comedy van 3 jaar oud gaat zitten kijken? Nee. Ik denk ook wel dat daar zit een draaipunt in. En ik denk ook wel dat daar iets in gaat gebeuren. Maar ik geloof niet in de discussie dat we straks helemaal niet meer lineair kijken. Ja. Want dan gaan namelijk zenders die denken daar heel erg over na. Elke dag momenteel. Ja. Ja, ja. Dan ga je naar meer live. Je gaat naar meer unieke events toe. Hè, want daar gaat het over. Die 3 jaar oude comedy die haal je gewoon op. Die heb je bij Spotify. Ja. Die heb je op allerlei... Dus de zenders gaan zich meer richten op die content waarvoor het echt nodig is dat je er live naar kijkt. En wat je niet anders dan live kunt kijken. En dat zie je dan ook. Als je ziet hoe de jonge kijkers zitten bij live events, zoals bijvoorbeeld The Voice, dan zie je dat daar die jonge kijkers, die kijken geen tv meer. Goh, gek. Ze zitten er massaal. Ja. Ja. Want ze weten, oké, ik kan het hier en nu zien. Als ik kan dat hier en nu via... En dan komt de leuke loop komt eraan. Hier kan ik nu, hier en nu delen via de social media. Nu kan ik met... Hè, want we zitten allemaal met drie screens zitten we inmiddels televisie te kijken. Ja. Want ik zit met mijn telefoon zit ik te WhatsAppen met mijn zoons en met mijn iPad zit ik andere dingen te doen. Als ik niet oppas, heb ik mijn laptop er ook nog bij zitten. Ja. En mijn vrouw, maar die werkt nog niet met knopjes. Nee, die moet gewoon met de hand bedienen. Moet ik nog eens iets... Ja. Nee, gewoon handbediening, nee, Leo. Oh, die heb ik ook voice control. Is toch veel makkelijker. Wij gaan zo meteen doorpraten over media en alle ontwikkelingen. En met name hoe een organisatie als KWF zich daarin nestelt en gedraagt. Dat doen we nadat we hebben gekeken naar een sponsorboodschap van Centraal Beheer Media. Het pensioen, hoe heeft u dat geregeld? Gedeeltelijk opgebouwd uit mijn verleden met vaste dienstenbanden. De laatste 7-8 jaar moet ik zelf aan de weg timmeren en zelf gaan sparen. Ja, als ondernemer moet je het natuurlijk sowieso allemaal zelf doen. Dus ik heb ook steeds meer het gevoel dat ik dit soort dingen gewoon zelf moet doen. Je bent ook niet snel aangesloten bij een pensioenfonds. Je moet het een beetje spreiden om voor later voor je hachje te zorgen. Maar ik denk wel dat als ondernemer neem je het risico. Daarmee heb je hoge toppen, diepe dalen. En de werknemer die gaat voor de zekerheid. Dus dat moet je hem ook wel bieden, vind ik. Ik heb wat bedrijven gehad, gekocht en verkocht. Dus ik heb netjes gespaard. En dat is wel jammer eigenlijk als je dus al zoveel jaar pensioen hebt opgebouwd. En dat nu in één keer stilstaat. Hoe zit het met jouw pensioen, Michel?
Ik denk goed. Ja, ik denk goed. Ja, je kijkt er maar niet naar. Gek, hè? Ja. Voorlopig even niet aankomen. Ik vertrouw erop dat het goed is, maar vertrouwen en zeker weten, daar zit een groot verschil tussen. Ja. Precies. Voordat wij in de pensioendiscussie belanden, gaan we niet doen. Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij kankerbestrijding? Is die er? Ja, die is er. Al heel dichtbij. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze functie heb aanvaard. Mijn vader is overleden aan kanker. Mijn grootvader is overleden aan kanker. Mijn grootmoeder is overleden aan kanker. Mijn oom is momenteel in behandeling voor kanker. Dus in de familie is het heel dichtbij. En ook in de vriendenkring is het heel dichtbij. En dat heeft ertoe geleid dat toen mijn vader overleed in 2000... dat ik op dat moment op zijn sterfbed had aangegeven van... ik wil, als ik groot en sterk ben, wil ik daar iets aan doen. Het verhaal was namelijk dat hij had hersentumor... Maar in het jaar 1999, toen wij de diagnose te horen kregen... was er eigenlijk heel weinig informatie daaromtrent. Je moet denken dat Google bestond toen nog niet. Althans niet in Nederland. Dat werd pas later geïntroduceerd. Als je nu iets wil weten, ga je het internet op en krijg je de informatie. Toen de tijd was het niet. En ik werd geconfronteerd met een verhaal... waarbij in de zaal waar mijn vader lag, lag nog iemand anders. Ik had een goede discussie met, met de behandelend arts. Maar de andere familie had dat niet. En dat was puur omdat de informatie die ik had... en ik had de mogelijkheid om dat te verzamelen... door mijn achtergrond... Had ik een totaal andere verhouding. Mm. En op een of andere manier vond ik dat niet goed. Mm. Ik zag dat de patiënt en de familie anders werd behandeld. Ja. En toen heb ik gezegd, oké, toen woonde ik nog in het buitenland... en werkte in het buitenland. En met groot en sterk bedoelde ik... als ik ooit terugkom naar Nederland, wil ik daar iets aan doen. Ja, want je zat toen de tijd in het buitenland. Ja, in Zwitserland en later in Noorwegen. Ja. Want jouw achtergrond is redelijk zakelijk, corporate, mag ik dat zo stellen? Ja, klopt. Maar dus mede door de ontwikkelingen in je persoonlijke leven... heb je die stap naar KWF bewust gemaakt? Ja, er zit nog iets vooraf. Toen ik terugkwam in Nederland, was in 2004... heb ik binnen een paar maanden heb ik een stichting opgericht... op het gebied van informatievoorziening rondom hersentumor. Ja. Allemaal in mijn vrije tijd. En wat ik daar ervaarde, was dat ik enorm veel energie in moest stoppen... maar dat ik eigenlijk veel meer energie nog uitkreeg. En dat verbaasde me en dat heeft me jarenlang verbaasd. Tot het moment dat deze functie in 2010 voorbij kwam... en ik helemaal niet op zoek was naar een andere functie... ik daarmee zat te stoeien. Ik denk, als ik dat ervaar in datgene wat ik in mijn vrije tijd doe... en ik daarmee met... althans wat ik dan denk met mijn kennis en kunde... dat kan toevoegen aan een organisatie die daar permanent mee bezig is... was dat voor mij een motivatie om daarvoor te... Dan is werk geen werk meer bijna. Wat zeg je? Dan is werk bijna geen werk meer, als je er zo persoonlijk in... Dat klopt, ja. Het onderwerp was media in deze aflevering. Ja. Daar heb je wel wat ervaring mee op kunnen doen, toch, de laatste maanden? Als het gaat om KWF en media. Nou ja, KWF kankerbestrijding is eigenlijk elke dag in het nieuws. Ja. Dus die ervaring is... Ja, dat is een goede antwoord, maar daar wou ik niet naartoe. Oh. Nee, ik bedoel natuurlijk de ellende. De storm die met Koen van Veenendaal en het hele Inspire to Live verhaal. Een enorme mediading geworden. Ja. Ook mede door Koen van Veenendaal zelf, volgens mij. Had je dat heftige mediacircus kunnen voorkomen als KWF zijnde, denk je? Als KWF zijnde, nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat we dat hadden kunnen voorkomen. Ik denk dat zeker toen dat plaatsvond, dan ging het eigenlijk over twee andere stichtingen. Hè? Ja. Het was Alpe d'Huez was daarbij betrokken en Inspire to Live. En toen het ons overkwam, want zo hebben we dat toch ervaren... toen hebben wij toch wel besloten om te zeggen van... oké, dat gaat ons niet direct aan. Wij volgen dat. We zijn natuurlijk wel aan de zijlijn bij betrokken. Maar op dat moment hebben we het besluit genomen om daar niet in te mengen. Is dat een goede keuze geweest? Nou, dat zal achteraf moeten blijken. Wat vind je? Ik denk tot de dag van vandaag dat het nog steeds een goede keuze is geweest. Ja. Want het ging uiteindelijk... Kijk, dat het verder zich ging expanderen... dat had ik op dat moment niet kunnen voorzien. Mm. We hebben gereageerd door middel van een duidelijke Q&A. Dat heeft ook wat rust in de tent gebracht. Maar toen kwam het volgende event... waar wij zelf ook niet bij betrokken waren. Maar je werd er uiteindelijk erin meegezogen. Ja. En dan is het schakelen. Er zit heel veel emotie daarbij. Je hebt te maken met organisaties die vanuit de vrijwillige kant zijn opgezet. Ook heel erg sterk emotioneel daarbij verbonden zijn. Dus je moet daar op een of andere manier met de reputatie die je denkt te hebben... moet je daar een goede keuze in maken. En we hebben bewuste keuzes gemaakt zoals we die nu hebben gemaakt. En ik heb op dat moment al gezegd, we moeten achteraf bepalen of dat de juiste keuzes zijn geweest. En wanneer kun je dat bepalen?
Dat, enerzijds is dat je probeert dat permanent te evalueren. Mm. En anderzijds word je uiteindelijk straks ook afgerekend. Of niet afgerekend op mogelijke inkomsten. En ook zeg maar, de relaties die je uiteindelijk hebt met stakeholders. Ja, want jullie staan natuurlijk continu, en zeker nu wat dat betreft, is het natuurlijk bijna een soort, de kritiek is natuurlijk heel makkelijk. Oh ja, die hebben veel te veel geld, ook veel te veel weinig geld naar onderzoek. En het is natuurlijk bijna een semantische discussie over die 80%, want 80% gaat geloof ik naar onderzoek. Maar dan komen er weer van alle hand van die kranten onderzoek. Wat vind jij daarvan? Heb je dan niet nooit de neiging dat je in die auto zit en denkt, nou ga ik wel wat zeggen? Want ik heb zomaar het idee dat je er redelijk integer in zit. Ik ben blij dat je dat idee hebt. En ik zit er ook integer in. Dat kan ik in ieder geval hier met droge ogen ook zeggen. Daarom had ik meer van jou verwacht. Het zijn keuzes die je maakt. Op het moment dat wij direct werden, ik zou bijna zeggen aangevallen. Ja. Dan refereer je naar het NRC-artikel. Ja, precies. We hebben onmiddellijk gereageerd. Ja. Maar dan ook blunt. Social media zijn we opgegaan. Ja. We stonden 's avonds om 19:30 in het RTL-journaal. En het bijzondere was dat eigenlijk alleen RTL en BNR hebben dat opgepakt. En niemand anders. Geen enkele andere krant, geen enkele andere media. Juist omdat we zo snel mogelijk hebben gereageerd. Mm. En ook daar een hele duidelijke stelling in hebben genomen. Mm. Overigens, er waren een aantal punten in het artikel. Over de semantiek gesproken. Daar hadden ze absoluut gelijk in. Er stonden gewoon dingen op onze website. Dus daar stonden verschillende elementen. Semantisch, verkeerd. Niet handig, zoals je dat noemt. Niet handig. Nee. Mea culpa, hebben binnen 24 uur ook veranderd. Ja. Hoe moeilijk is het om het goed te doen, media-wise, vandaag de dag? Nou, is heel moeilijk, omdat je... En ik denk dat ook de leerschool is waar wij momenteel in zitten. En ook een veranderslag in moeten nemen. Ja. Je moet niet vergeten dat wij natuurlijk in de afgelopen jaren... is het goed, heel goed gegaan met KWF-kankerbestrijding. Ja. Dingen kwamen ook naar ons toe. En nu is dat omgedraaid. Hè? Je gaf het ook al in de introductie, gaf je ook enigszins aan... dat minder advertentieinkomsten, andere doeleinden. Ja. En dan zie je dus ook het nieuws veranderen. En wij veranderen daar nog niet in mee. En we worden nu op een harde wijze daarmee geconfronteerd. Daar waar ik altijd zei dat KWF Kankerbestrijding twee hele belangrijke assets heeft, namelijk personeel en de reputatie, ben ik daarvan afgestapt. Het is nog steeds het personeel, maar de tweede is de relatie. Ja. En ik denk dat laatste, dat we dat hebben onderschat. En dat we dat, zeker wat er nu de afgelopen periode heeft afgespeeld... dat we daar veel meer aandacht aan moeten gaan geven. En dan bedoel je de relatie met het volk, met de geldgevers? Ook, maar het is de relatie met je stakeholders. En uiteraard, wie zijn de stakeholders? Ja, dat is een heel breed platform. Want daar zat ik gisteren met iemand over te praten. Hoe competitief, is misschien een raar woord... Maar ik bedoel, iedereen, er zijn meerdere organisaties die eurootjes in die bus willen hebben, toch? Ja. Eigenlijk heb je keihard concurrentie. Is het ook? Ja. Wie zijn de grootste concurrenten? Om het zo raar te noemen. Het zijn in feite directe concurrenten zijn alle organisaties die ze met kanker bezighouden. Wij doen alle kankers, maar er zijn natuurlijk ontelbare organisaties die zich op een bepaalde orgaan of tumor richten. Borstkanker, prostaatkanker, noem maar op. Die vissen in diezelfde vijver. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk nog veel breder. De gezondheidsfondsen, en dat gaat veel breder. Maar ik bedoel ook gewoon andere goede doelen. Ja, dat bedoel ik. Gezondheidsfondsen. Ja, precies. Andere goede doelen. Ja. Dat gaat van cultuur tot aan ontwikkelingshulp en dergelijke. Artsen zonder grenzen. Heb jij een markt... Waarom kijk je naar Leo? Omdat ik het logo zag bij zijn LinkedIn-profiel. Ja, wat doe je daarbij? Piloten zonder grenzen help ik wel. Oh, natuurlijk, daar hebben we het niet eens over gehad, want het had niet zoveel met mede te maken. Maar je bent een redelijke fanaat qua vliegen, hè? Al heel lang. Ja. Gecrashed en alles ook. Gecrashed en alles. Je moet wel alles doen, hè? Ja, vind ik ook. Om bam, werk, in Amerika, down. Dan ook maar crashen. Gewoon mede. Heb jij gewoon gezegd of niet? Heb jij nee, helaas had ik geen tijd voor. Nee. Staat het imago van KWF onder druk? Je zei het al een beetje. Die staat altijd onder druk. Ja. Ik denk dat je daar altijd rekening mee moet houden. Kijk, wij krijgen... Al het geld wat wij binnenkrijgen komt 100% gewoon van de bevolking, hè, van de maatschappij. Ja. Nul subsidies, nul van de overheid. Prima, dat geeft ons ook mogelijkheden. Maar dat betekent dus, en dat heb je ook zelf in je eigen column ook aangegeven... Tot nu toe was het vertrouwen op de blauwe ogen, maar dat is voorbij. Ja. En dat beseffen wij terdege. Ja, voor de mensen die het niet weten, ik heb een beetje boze column geschreven over hoe ik vond dat jullie je gedroegen tijdens de collecte. En mede daardoor zit jij nu ook hier. Ja. Omdat ik ook vond dat jij te weinig zichtbaar was. Wat vind jij daarvan? Ik hou ervan als een organisatie een smoel heeft. En daar bedoel ik een mens. En dat heb ik heel erg gemist. Zeker de afgelopen maanden. Maar het heeft mij getriggerd, die opmerking. Want je hebt daar expliciet heb je dat over. Ja. Ik heb het, voor mezelf, ik ben eindverantwoordelijk als bestuurder en directeur van de organisatie. Ja.
Maar als je dan zegt, wie is het gezicht van KWF Kankerbestrijding? Denk ik toch dat dat onze vrijwilligers en onze donateurs zijn. Jij gaat langs de deur om met de bus. Ja. Jij bent op dat moment mijn grootste ambassadeur van KWF Kankerbestrijding. Ja. Ja. Daar nog verbeterpunten schaam communicatie? Oh, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En dat heeft ook alles te maken met een historie die wij met ons meedragen. We hebben het land verdeeld in 1600 afdelingen. Ja. En daar wordt, de vrijwilligers worden daar, laat ik maar een mooi woord noemen, gemanaged. Ja. En bijvoorbeeld in jouw dorp, daar zit dus een afdeling. En die moeten dus de wijkhoofden en daar weer de collectanten allemaal aansturen. Maar is het wel zo dat als we goed kijken naar de bijna 100.000 vrijwilligers, dus bijna de 100.000 collectanten die er rondlopen, is dat daar ongeveer, het is 80%, is 50 jaar en ouder. We weten ook dat 40% daarvan geen internet heeft. En de vraag is ook, hoe kan je die het beste bereiken? Dat zijn allemaal ontwikkelingspunten waar we aan de gang mee moeten gaan. Dat is ook een van de redenen, denk ik, dat weet ik wel bijna wel zeker, dat ik vanuit een zakelijke achtergrond nu ook naar binnen toe ben gekomen. Want dat soort elementen waren nog niet echt een top of mind binnen KWF Kankerbestrijding. Okay. Tot slot, heb jij voor het komende, doe jij aan reclame en marketing en zo? Spendeer jij daar budgetten aan? Of werkt dat? Ja? En wat staat daar, hoe ziet jou in, en ik probeer het kort samen te vatten, jouw strategie voor 2014, wat zijn speerpunten daarin? Nou, volgend jaar is het heel interessant, want dan bestaan wij formeel 65 jaar. Aha. Helaas nog geen tijd om op pensioen te gaan. Ik wou dat het waar was. Want het is niet een organisatie die zichzelf in stand moet houden. Nee. We hebben echt dat zware thema om dat kanker onder controle te krijgen. Ja. Dat duurt langer dan we hopen, maar daar zetten we ons in. Dus dat betekent dat we vanuit dat perspectief dat wij iedereen verdient een morgen, dat is een corporate campagne die wij hebben. Dat we die gewoon verder door laten gaan, ook volgend jaar. En daar onze visie verder aan ophangen. Dat betekent dus ook inderdaad televisiespot. We werken veel met radio. We werken ook veel met televisie. Met de AVRO doen we activiteit. Ook dit jaar, 20 november. Dan hebben we Staap tegen Kanker, live overigens. Ja. Dus ook daar, iedereen gekluisterd aan de buis om 9:30, Nederland 1. Maar ook met radiostations zijn we actief bezig. Maar we kijken nog naar allerlei andere activiteiten, ook op het social media gebied. Dus het is een vrij breed palet waar we proberen onze stakeholders, de maatschappij te informeren en te betrekken. Jacqueline, plannen maken voor 2014, zeg ik dan. Maar dat doen we straks, na de uitzending. Want eerst wil ik weten wat jij allemaal gaat doen met radio, met 538. Dat doen wij na wederom een boodschap van onze sponsor Centraal Beheer Achmea, de themacheck. In hoeverre is social media belangrijk voor jullie onderneming? Wat doen jullie? Van levensbelang. Als je niets doet, dan kent niemand je. Facebook vind ik het handigst. Er zijn de meeste mogelijkheden voor. Iedereen heeft het, dus het is het meest grote publiek wat je kan pakken. Ja, de website is denk ik het belangrijkste. Ook wel Twitter, maar dat zijn meer korte updates. Nee, ik heb denk ik al een jaar of vijf geen televisie meer. Alternatieven zoals Seven Ditches. Daar kijk ik gewoon geregeld naar. Hoeveel uur per dag kijk je aan televisie? Het zal niet meer zijn dan anderhalf uurtje per dag. Wat is je favoriete social media? LinkedIn. Ja, je ziet direct hoe mensen klikken. Je ziet dat mensen sharen, je ziet dat mensen liken. Wij gebruiken voornamelijk Facebook, het meest intensief. Daarbij hebben we een Twitter-account. We hebben een belangrijke mediapartner, het Parool in Amsterdam. In Den Haag waren dat verschillende kleinere partijen, zoals de Posthoorn en andere kleine lokale media. Ik denk gemiddeld dat we één keer per week wel iets op de website veranderen, concreet. Eén keer in de maand versturen we de nieuwsbrief en dagelijks posten we berichten op Twitter en op LinkedIn. Gebruik je tablet ook? Nee, ik zou er wel eentje willen, maar ik doe voornamelijk nu gewoon met mijn mobiel. En radio bijvoorbeeld? Luister je naar de radio? Ik luister wel naar de radio. Waar luister je dat? Thuis? Thuis, maar ook soms gewoon als ik aan het werk ben. Ik gebruik zeker Spotify. Heb je een betaald abonnement? Nee, ik heb geen betaald abonnement. Ik kan tot nu toe alles vinden en die reclames af en toe tussen, ja. Ik ben in een race, dus ik heb het geduld er wel voor. Voor een Indonesische doelgroep, want die hebben het geduld ervoor. Ja, is toch prachtig? Ja, ik vind hem hilarisch. Jacqueline, wat is de briefing van John de Mol geweest naar jou toe? Nou, waarom ik gekomen ben, is omdat ik denk dat als ik kijk naar de mediabedrijven, het maakt niet uit welke je neemt. Je gaat geen antwoord geven op mijn vraag. Nee, zeker niet. Nee, maar eigenlijk ook wel weer een beetje. Ja, oké. Ja, als jij even geduld hebt. Ja, heb ik.
Oké. Nee, wat ik zie is dat al die mediabedrijven hebben het lastig. Hè? Dat maakt niet uit of je nou de tv-stations neemt of printmedia. Of iedereen zit in een moeilijk pakket. En dat zit er met name over, denk ik, in de verdienmodellen. En het zit hem in distributie. En het zit hem in wat doe je met content. Wat ik dus heel graag wil doen bij 538, en daar houdt Slam ook bij, maar ook evenementen en ook internet, is dat juist in die multimedialiteit een weg vinden, maar naar de toekomst toe en een gezond bedrijf blijft staan. Ben jij, heb je ze gebeld van hey, Bruggeweert gaat weg, de vorige baas, en ik wil graag zijn positie hebben? Of ben jij, jij bent benaderd? Ja, ik heb bij Microsoft gezeten 8 jaar. Ja. En daar was ik, runde ik de consumentendivisie. En met heel veel plezier. Microsoft is een fantastisch mooi bedrijf. Ja. Op een gegeven moment kwamen we in gesprek over mediabedrijven. En daarmee is uiteindelijk ook het gesprek gekomen over mijn volgende stap. Eigenlijk weer terug in de mediawereld. Want daarvoor zat je bij een mediabureau. Dus ik heb een mediabureau, meegeholpen. De reden waarom ik het vraag is, natuurlijk, ik bedoel, het klinkt flauw, maar ik meen hem serieus. Want ik bedoel, hij is natuurlijk de baas van 538. En het is natuurlijk wel het is niet zo dat jij, volgens mij, zoiets hebt van, nou weet je wat, Jacqueline, ga jij lekker los en verzin maar wat. En ik hoor het wel. Hij heeft volgens mij best wel een idee wat hij met 538 wil. Dus ik kan me voorstellen, laat ik het dan anders stellen. Als ik jou was, zou ik een heel goed gesprek met hem voeren voordat ik die baan nam. Dat gesprek is er geweest. Ja, je doet heel veel aannames. Gewoon een soort gesprek met jezelf. Nee, maar kortom, wat is de briefing geweest van John? Want je geeft geen antwoord op de vraag. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus je kan het nog 3 keer proberen. Maar is het een strategie van zijn geheim? Denk ik dat het niet zo belangrijk is. Het is wat belangrijk is. Ik ben nu 7 weken onderweg. Ja. Ik heb heel veel verschillende divisies gedaan met Microsoft. Het waren complexe divisies. Een consumentenstrategie op dit moment is, waar je ook zit, is ingewikkeld. En de uitdaging die ik zie en waar ik de gesprekken ook met Talp Holding en ook met John de Mol over gehad heb, is waar zou het dan naartoe gaan? En daar vind je elkaar dan. Hoe je het gaat besturen of hoe je dat doet in de dagelijkse leiding, laten we over een jaar kijken vind ik niet of zo boeiend. Het gelukt is. Nee, maar zo bedoel ik de vraag ook helemaal niet. Nee. Ik bedoel hem inhoudelijk. Ja. Dus wat is de koers? Wat gaan we doen? Volgens mij gaf ik daar inhoudelijk antwoord op, in de zin van dat multimedialiteit op dit moment een complexe business is om in te zitten. En ik denk ook eerlijk gezegd, in een ander gezelschap hebben gezegd, dat we zijn sowieso, denk ik, met de hele marketingindustrie risico-avers. Waardoor meehelpen om dingen te laten ontstaan en innoveren eigenlijk te veel achterwege blijft. Mensen gaan naar vertrouwde paden. Die werken steeds minder goed. Ja. Maar je blijft er krampachtig aan vasthouden. Maar je blijft eraan vasthouden. Alles wat nieuw is, dat druk je eigenlijk al dood voordat het begonnen is. Dus er moeten mensen zijn die dat zien. Die op een of andere manier in het bedrijf vanuit zeg maar marketingtermen al een cash cow heeft die groot is, die marktaandeel heeft en waar je op kan bouwen. En vervolgens daaromheen satellietjes bouwen waar je allerlei dingen in probeert. En je moet willen verliezen daarop. En je moet moeten winnen daarop. Want als je wil dat alles goed gaat, dan denk ik dat we nergens komen in de industrie. In hoeverre heb je last van, wat mijn ervaring een beetje is, bij een heleboel reclamebureaus die maar niet echt tot online successen kunnen komen, omdat ze eigenlijk van traditionele reclame houden, met liefde. Krantenuitgevers die toch best nog wel moeite hebben met het online domein, omdat ze eigenlijk gewoon van die krant houden. Herken je dat ook bij een 538? Het is natuurlijk in de core radio, toch? Ja, nou over dat wat mensen er allemaal van zeggen, dat vind ik ook wel apart. Ook over of het wel of niet wat je zou moeten doen met SBS of wat je zou moeten doen met andere grote mediabedrijven. Dat is van de zijkant heel makkelijk om dat te zeggen. Maar er zijn natuurlijk een paar processen in bedrijven. Shareholders value is al genoemd. Dat is er één. Je moet zorgen dat zo'n bedrijf gezond blijft. Dat is niet zo makkelijk. Dus dan heb je een uitdaging om te kijken wat die verdienmodellen worden. Dat vond jij niet zo'n fijne strategie, toch? Dat zo centraal stond, die shareholders value, toch? Ja. Dat was de context. Nee, dus moet je gaan keren. Ja, dus moet je gaan keren. Je moet dus gaan keren dat shareholders value. Aan zit het in de tijd nu. Hè? Ik bedoel, een heleboel bedrijven keren zich af van shareholders value. Omdat ze zien dat het uiteindelijk is het een eindig pad. Want als je gewoon gaat voor je passie, dan komt dat inkomen vanzelf. En als je alleen maar maximalisatie op winst doet, dan op een gegeven moment erodeert wat je doet. Tenminste, dat is hoe ik erin sta.
Ik denk dat als we naar media kijken, dat we daar met elkaar aan moeten bouwen. Dat de marketingindustrie mee moet bijvoorbeeld om daar in te helpen. Om die investeringen ook daar te doen waarvan ze niet zo zeker zijn dat het zal werken. Ik denk dat sponsorship partnerships moeten worden. Dus dat je elkaar vindt. En bijvoorbeeld een KWF, als je het publiek op wil zoeken en je wilt bouwen aan vertrouwen, los van de feel-good in commercials, je wilt bouwen aan vertrouwen, dan moet je in contact komen, moet je leren converseren. Nou, dan moet je naar andere middelen dan de above-the-line media, zoals televisie of radio. En wat voor middelen moet je dan? Dan kan je zeggen van, als je als Radio 538 hebt gebouwd, bijvoorbeeld aan evenementen waar wij ongelooflijk veel mensen treffen, dat je heel relevant, dat vind ik heel belangrijk, met die mensen in contact treedt en iets ondersteunt, iets laat zien van jezelf wat ze niet kennen. Dus als je 538 hebt met Edwin Evers, ik noem maar iets, en hij komt ergens live en je kunt daar relevant naast gaan staan en in dialoog gaan, dan is dat de weg om te gaan. Maar dan heet je geen sponsor wat mij betreft, want dan neem je samen die communicatiedoelstellingen en bouw je die uit. Wordt de dialoog niet soms overdreven? Ik hoorde een McDonald's meneer praten. Die zei, joh, flikker toch op met die dialoog. Ik wil hamburgers verkopen gewoon. Ik wil helemaal niet in dialoog. Ja, maar dat heeft hij gezegd. Toen in hij, een context. Precies, en toen hij even gevraagd werd om een nogal heftige uitspraak, zodat de zaal wakker werd, heb ik begrepen. Dus hij, nou, er zat ook wel een grond van. Maar hij zei Facebook, hij had er niet zoveel mee. Nee, maar weet je, ik denk ook dat hij er niet meer hamburgers door gaat verkopen. Ik denk wel dat hij er minder hamburgers door kan verkopen als hij niet in dialoog gaat over voeding. He, McDonald's en hun voedingsstrategie, als dat zo heet, is belangrijk om daarover in dialoog te gaan. En dan vervolgens, als dat goed gaat en er is een vertrouwensbasis, dan komen die hamburgers. Wat wordt de vervanging van, want we hebben het gehad over, jullie bestaan bij, voor een groot gedeelte bij de gratie van Adverterend Nederland op dit moment. Dat is een belangrijke inkomstenbron, belangrijk, dat zou zeggen. Ja. Die gaat down, die gaat naar beneden. Wat zie jij, als je kijkt naar niet al te lange termijn, hè, maar pak 2014, wat zie jij als eerste groeidiamantjes, zeg maar speedbootjes die er langs gaan varen, die nieuwe bronnen gaan aanboren? Zijn dat de partnerships, de non-spot-achtige projecten die je met adverteerders gaat doen? Nou, dat zeker. Ik denk alle merken op dit moment gaan eigenlijk alleen maar kijken van waar kan ik evenementen, ondersteuning, waar kunnen we samen partnerships hebben om te activeren, om in dialoog te gaan. Dat zijn de doelstellingen, denk ik, in heel veel marketing- en communicatieplannen op dit moment. Dan zijn evenementen belangrijk. Als je dan weer voor bereik gaat, moet je grootschalige evenementen hebben. Dus evenementen zie jij als iets wat belangrijker wordt? Evenementen is een stuk digitale distributie, is een stuk content distributie. Wat bedoel je met digitale distributie? Nou ja, ik kan me voorstellen dat de content die gemaakt wordt in de verschillende programma's van 538, dus als Radio het Hart is en de verschillende programma's die daar zijn, daar zit heel veel content in. Die content kun je eruit halen, anders knippen wij spreken en distribueren over verschillende dingen. Dus je zou bijvoorbeeld het leukste van de dag bij Slam via Snapchat kunnen distribueren. Gewoon onder jongeren. Je hebt nu 15 seconden om het te zien. Als het gemist hebben, is heel jammer. Ja. Want dat is Snapchat. Ja. Dan kan je zeggen, we doen Instagram. Dan kan je zeggen, we gaan naar streaming. Dan kan je zeggen, we gaan evenementdistributie doen. En zo kan je naar heel op verschillende manieren naar content kijken. Het digitaal uitnutten van de contentbase die je hebt. Onder andere digitaal, maar ook in evenementen. Ga je ook naar abonnementenmodellen toe, naar die grote kijkersdoelgroep of luisteraarsdoelgroepen? Ja, ik denk dat dat een model wordt om naar te kijken. Dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen dat je hebt altijd een toegang tot content, kwalitatief en exclusief. Maar je bent ook de eerste die de kaarten kan bestellen. Ik noem maar iets. Maar dan ben je een 538-fan en hebben je fanbase en daar bereik je iets voor. En dat zou kunnen. Ik denk dat je alleen niets uit moet sluiten, want we weten nog niet zo goed wat groot gaat worden. Dus wat wordt het volgende model waar je je pijl op moet richten? Dus ik doe er liever 6 en uitproberen. Maar je hebt er nog maar een paar, noem er nog eens een paar extra. Want jij bent wel, dat zei je in een gesprek waar ik jou zag spreken. Dat risico-averse heb jij niet zo. Sterker nog, anders zou je dit ook niet doen, lijkt mij. Wat zijn acties die je nu al aan het intypen bent in je plannetjes voor 2014, waarbij je denkt, wow. Die vind ik wel heel spannend. Nou, wat ik nu vooral aan het doen ben is, en dat klinkt heel flauw en zo bedoel ik het niet, maar ik ben op dit moment vooral aan het luisteren naar iedereen. En dat zijn de mensen die ooit op de piraatzenders hebben gezeten. De mensen die dingen op hebben gebouwd, die verstand hebben van radio maken. Ik wil heel erg goed kijken wat gebeurt er internationaal. Ik heb natuurlijk een digitale achtergrond, bij Microsoft 8 jaar rondgelopen. Ik weet iets van technologie. Daar ga ik heel erg naar kijken van hoe kunnen die twee modellen elkaar helpen. Want ik denk dat dat heel erg veel met elkaar te maken gaat krijgen, media, content en technologie.
is al zo, maar zal meer worden. Ja, technologie wordt dus een veel belangrijker rol. Veel belangrijker. Eigenlijk is mediatechnologie, zou je kunnen zeggen. Daar zal niet iedereen binnen 50 jaar mee eens zijn, denk ik. Nou ja, de distributievormen die nieuw zijn. Je vraagt waar ga je naar kijken als het over nieuwe ontwikkelingen gaat. De nieuwe ontwikkelingen zitten op technologie. En daar heb je weer content voor nodig. De drager verandert wellicht een beetje. Dus dat radiokastje wordt een andere drager. Maar in essentie blijft het hetzelfde. Heb jij... Dat is een beetje een. Is dan, ja, ook, hoe zwaar zit jij? Word jij zeg maar, beoordeeld op de omzettargets voor de komende jaren? Want ik kan me voorstellen, als je nieuwe. Je bent niet voor niks aangenomen. Dus er gaan nieuwe dingen gebeuren. Je zit in een transformatiefase, mag ik het zo samenvatten, als bedrijf. Dus je gaat nieuwe dingen uitproberen. Heb je ook de ruimte dan om even tijdelijk niet zo te hijgen in je nek? Of moet die omzet tegelijkertijd ook nog gewoon 10% per jaar groeien? Nou ja, in alle bedrijven waar ik tot nu toe heb gezeten, is het communiceren aan de vaten. Je investeert op het ene moment en je wint iets anders terug door of processen efficiënter in te richten. Ja. Of om bijvoorbeeld door technologie het nieuwe werken ook een business case te maken waardoor er kostenreductie komt op wat voor manier dan ook. Misschien wel studiocapaciteit anders indelen. Daar kun je heel veel mee doen. Dan investeer je aan de andere kant en blijft uiteindelijk het resultaat hetzelfde. Alleen je bent veel gezonder voor de toekomst. En ik denk dat daar, dus kijken naar al die verschillende velden die je hebt om te besturen en te kijken hoe je gezond uiteindelijk over 2 jaar uit de wedstrijd komt, dat je daar een hele brede blik in moet hebben. Hoe lang blijf je daar? Heb jij soms planning voor jezelf? Ik heb nog nooit iets gepland in mijn leven. Ik geloof het ook niet. Hey, maar luister. Ja, maar en nou goed, dan zit je er nog een tijdje. Laten we even. En het gaat allemaal goed en zo. Ja. En dan spreken we elkaar in 2017 of zo, hè? Hij probeert het elke keer weer leuk bij jij. Ja, 2017. Wat is 538 dan voor een bedrijf? Ik denk dat dat alles waar we het nu over hebben, met elkaar een mening over proberen te hebben of een beeld proberen te vormen, wat dat dan 538 twee ongelooflijk sterke merken heeft waar we ongelooflijk goed op hebben kunnen doorbouwen. Maar is dat nog een radiostation in de koor? Of is het ook echt een multimediaal media? Radio content, denk ik. Noemen we het dan nog zo? Nou ja, ik daarom doe ik ook een beetje dat rondje langs de velden. Want ik begrijp heel veel van technologie en media zoals ik dat gezien heb tot nu toe. Maar ik wil wel dat met mensen, een paar mensen, goed meedenken over waar moet dat naartoe. Want ik vind het heel verwaand als je na 7 weken zegt... Nou, weet je, ik heb er naar gekeken 7 weken en we gaan daar naartoe. En over 5 jaar staan we daar. Ik ben vooral aan het kijken waar zitten de mogelijkheden. En daar probeer ik een heel goed zuiver beeld op te krijgen. En dat wat dat is geworden, zie je dan over 5 jaar. Maar is het niet zo dat de ontwikkelingen die ons de komende jaren staan te wachten, dat bijna niet te voorspellen is? Daarom moet je 6, 7 kleine bootjes hebben varen die voor je gaan ontdekken wat die weg wordt. Hoe is de attitude van de mensen, van het DNA van het bedrijf als het gaat om verandering? Nou ja, mensen die ongelooflijk veel verandering aan kunnen. Dus die willen heel graag. Dus daar zit het hem absoluut niet in. Nee, dat is heel mooi om te merken dat er zo ongelooflijk veel energie en creativiteit in zit. Dus als we de weg hebben, als we weten we gaan het doen, of die 6 verschillende kleine dingen die we gaan doen, dan gaan mensen dat met heel veel energie uitnutten en bekijken hoe dat zit. Welke vraag heb ik nog niet gesteld, Leo en Jacqueline? Wat is het volgende plaatje? Laat maar. Wil jij? Ik heb nog wel een vraag over. Wat ik hoor is heel veel op technologie en distributie. Ja. Maar wat is het onderscheidend vermogen straks op content? Want je noemt dat content als een belangrijk element. Ja. Hoe ga je de toegevoegde waarde of hoe ga je het onderscheidend vermogen daarin maken? Dat zit hem denk ik in mensen als Edwin Evers en zijn ploeg. Dat zit hem in Ruud de Wild en zijn ploeg. Dat zit over de DJ's die nu komen en die een gezicht gaan worden. Zij maken content op een hele speciale manier. Die 538 eigen is. Zij zijn de merken ook. Zij zijn de merken. Zij zijn het gezicht. Je radiomakers zijn je gezicht. Hè? Mm-hmm. Zoals degene bij u langs de deur gaat. En dat een ambassadeur is voor waar je voor staat. Dat zijn zij ook. Maar ook de evenementen die we mogen houden. Daar kan je ook concepten van maken. Dat is dan ook wie wij zijn. En waar je denk ik heel goed voor moet zorgen. Is dat onlosmakelijk aan 538 of Slam FM verbonden is. Zodat het niet kopieerbaar is. En zit daar een houdbaarheidsdatum op? Als je mee ontwikkelt, niet.
als je heel erg blijft rusten en denkt, nou, wat zijn we goed hè, als 538 en dit gaan we lekker nog 10 jaar doen, dan is er een houdbaarheidsdatum. Dus? Dus je moet veranderen, je moet mee. Ja, ja. Laatste vraag, wordt het een heel internationaal speelveld? Internationaal dan het nu is? Dat vind ik ingewikkeld om te beantwoorden. Kijk, als je teruggaat naar Hives en Facebook, dan zit daar een soort van antwoord in. De globale schaal der dingen maakt dat, dat je een langere levenslijn hebt. Ja. Aan de andere kant zie je een tegenbeweging tegen dat hele wereldse naar juist lokaal en dichtbij. Dus het is, en misschien kun je andere verzetten wel weer wereldwijd distribueren. Ja, dus. Streaming kan wereldwijd zijn. Ja. Maar 538... Nee, maar bedoel, het wordt dus een internationaal spel. Nee, niet per definitie. Stukken ervan worden internationaal. Stukken ervan kunnen gewoon lokaal relevant blijven en een heel gezond businessmodel hebben. Succes. Dankjewel. En jij succes met KWF. Dankjewel voor je verhaal. En Leo, jij ook heel veel succes met alle achter de schermen adviestaken die jij nog gaat. Ga je nog iets achter, ga je voor 538 nog iets doen of niet? Nee. Daar heb ik mijn mensen al zitten. Oké, heel goed. Leo, dankjewel. Dank jullie alle drie. En dank voor het kijken naar deze aflevering van Zakelijk op 7. Kijk voor alle afleveringen op 7 Digital TV. Download de app op je mobiel of op je tablet. Dank voor het kijken. Hoi. Zakelijk op 7 is een initiatief van 7 Digits en Nu Zakelijk en wordt mogelijk gemaakt door Centraal Beheer Achmea.